zijn een heel deel kastelen rond nog. En rond Tiene, dat kan eigenlijk ook Horst zijn. We gaan een stukje verder dan Tiene natuurlijk, want als we in Tiene zelf blijven, gaat dat heel beperkt zijn. Maar eerst en vooral gaan we naar Kersbeek-Miskom tegen Tiene, tussen Tiene en Diest. En daar zijn eigenlijk twee kastelen. Eentje is een ruïne van een kasteel. Niet echt een ruïne, maar je kan er nog in gaan. Mits toestemming van de eigenaar, die een Nederlander blijkt te zijn. En de ruïne, ja, je kan er dus nog in gaan, maar het is voorzichtigheid geboden. Het kasteel staat al meer dan 30 jaar leeg, beoogde toe aan de familie van Innes. En volgens wat ik gehoord heb, zou het kasteel leeg gekomen zijn destijds omdat het onbetaalbaar was om dergelijk groot kasteel nog te verwarmen. Dat is dan ook wat we nu even gaan bekijken. En ja, daarna gaan we nog naar een kasteel in Kersbeek-Miskom. Tot zo. Bezig zijn. Helaas is dat al enkele jaren aan de gang en verschillende mensen hebben telkens het kasteel gekocht en weer verder verkocht. En dan kom je natuurlijk tot het besef dat er enorme veel kosten aan dit kasteel zijn. Zo staat ook die ting tegen de muur, al 2 jaar ongeveer, en is er nog niets veranderd. En eigenlijk is het wel spijtig als je nagaat wat een mooi kasteel dit wel is, of beter gezegd was. 30 jaar geleden. Er was zelfs een eigen kapel aan. Een kapel waar natuurlijk de Eucharistieviering destijds kon doorgaan. We gaan nog een stukje verder door naast het kasteel. Want naast het kasteel, zoals bij elk kasteel het geval was, had je ook een kasteelhoeve. En die gaan we hier tussen de bomen in zicht krijgen. Je ziet hier nogal een beetje een onkruidachtig gedoe. Daar hebben we dus de poort van de kasteelhoeve. Ik weet niet of u ze gezien hebt, maar we rijden in elk geval nu naartoe. Wat we rechts gaan te zien krijgen van dit weggetje dat ik nu ga inslaan, is het water. Water kent u wel, maar dit was het water rond het kasteel. Het loopt nog een heel stuk door trouwens. Hier heb je de kleine poort van de kasteelhoeve. Met nog materialen die eigenlijk zouden moeten gediend hebben voor de renovatie van dit kasteel. Dus aan het kasteel van Hoogmeijer, zo noemde het. Eigenlijk in de streek noemden mensen het nogal eens het kasteel van Van Innes, omdat hier vroeger de laatste eigenaar de heer Van Innes was, de familie Van Innes, die iets meer dan 30 jaar geleden het niet meer zag zitten, beter gezegd, het niet meer kon betalen, de verwarming meer bepaald, om dit kasteel op de achtergrond te blijven bekostigen, te blijven verwarmen. Ze trokken eruit, verkochten het en de nieuwe eigenaar liet het gewoon compleet verkommeren. Meerdere mensen hebben dus het kasteel nu opnieuw opgekocht, doorverkocht. Het blijkt nu in de handen te zijn van een Nederlander.
En die man die probeert ook zijn best te doen, maar het wil steeds nooit lukken. Het kasteel staat leeg, het dak is zwaar beschadigd, het regent er binnen, er zijn geen ruiten meer in. En er zijn voor miljoenen, ettelijke miljoenen, kosten aan. Ooit had men gedacht van hier een rusthuis te maken. Maar vermits hiernaast een kwekerij van varkens is en men de geur inder niet zo aantrekkelijk vond om de oudjes tussen te plaatsen, heeft men van dit plan helaas afgezien. Hier zie je dan de enorme grote gronden rondom het kasteel. Meer dan 20 hectare hoorden er bij dit kasteel. Natuurlijk is het allemaal verkaveld geworden destijds en hebben boeren het opgekocht om graan te planten zoals u hier ziet. Het kasteel Hoogmeijer, Wieningen, op de achtergrond, de Kersbeek Miskom, beter bekend als de ruïnes van het kasteel van Van Innes, de destijdse eigenaar van het kasteel, iets meer dan 30 jaar geleden, is aan zijn einde gekomen, is de ondergang tegemoet gegaan, ruiten uit, dak kapot en nog veel meer. Als je in de kelders van het kasteel kon kijken, zou je zien dat deze volledig onder water staan. Verschillende malen werden ze leeggepompt, maar tevergeefs liepen ze telkens terug vol. Het is hier een heel moerassig gebied. Achter het kasteel is een soort van rivier. En ja, buiten dat natuurlijk kon Van Innes zelf het niet meer bekostigen om de enorme rekeningen van de verwarming te betalen. Zo, ik zie jullie terug volgende week voor een nieuwe aflevering van Volg de Voet. En dan blijven we in Kersbeek Miskom, want hier is natuurlijk nog een kasteel en dat is geen ruïne. En daar gaan we nu even enkele beeldjes van tonen. Een tipje van de sluier. Tot volgende week. Doei! We zijn nog steeds in Kersbeek Miskom. En we zijn zo net dus naar het kasteel van Van Innes gegaan, de ruïne van het kasteel van Van Innes. Even mijn pinker afzetten. We staan hier toch heel landelijk, hier komt heel zelden een wagen voorbij. In elk geval, wanneer je in Kersbeek Miskom bent en je bent in de Beekstraat, heb je vlak voordat je Kersbeek Miskom uitrijdt richting Tiene, de Oude Heerbaan. En die gaan we nu inrijden, want de Oude Heerbaan, daar bevindt zich een zeer mooi kasteel. Het kasteel van Kersbeek Miskom, dat zeker geen ruïne is. En we gaan er even binnenrijden, want het zou dus een taverne zijn. Maar dat gaan we hier te weten zien komen. Tot zo! Dus we rijden het huidige kasteel van Kersbeek Miskom binnen. Een zeer mooie groene omgeving, zoals u kan zien. Hier en daar lopen er dieren, zijn er plassen. Een vlindertje vlak voor ons, uiteraard. Het is zomer, een mooie periode om kastelen te bezichtigen. En dit kasteel is zeker een aanrader. Zo. Hier hebben we dan het kasteel van Kersbeek Miskom. U ziet op de achtergrond de kerktoren. Het kasteel ligt vlak naast de kerk. Buiten staat een papegaai in een kooi ons op te wachten. Mijn man stond die buiten en dat was hier 5 hectare groot. Mijn man is 1,78 meter en hij zorgde nog niet staan van de veiligheid. Dus we hebben dat beginnen te restaureren. Binnenin is dat allemaal schone lambriseringen en schoon schouwen, een open haard, magnifiek schoon. En we hebben dan achterna hier 3,5 jaar in gewerkt. Lantaarns gezet, fontein gezet, vijvers gekuist. Binnenin alles in orde gezet.
En dan hebben wij dus in 1978 hebben wij dan een restaurant open gedaan. Nu zijn we ongeveer 10 jaar toe. En ja, de ouderdom is daar en ja, de kinderen doen niet voort. Ja. Maar we zitten niet goed in, rustig. Mijn man heeft iets van een 40-tal jonge schapen lopen. En ja, op zo'n domein kun je toch allemaal zo alle dagen maar niet liggen afrijden. Maar het is allemaal piekfijn in orde. We hebben boven op het eerste... Dus het kasteel is 400 vierkante meter groot. 400 vierkante meter kelder. Gelijkvloers. Eerste en tweede verdiep. Overal 400 vierkante meter. Dat is volledig gemeubeld. Twee grote zalen. Een grote zaal voor trouwfeesten. En dan was de andere kant was een taverne. De middenkant was een taverne. En de zijkant was dus een restaurant. Gekocht geweest over iets van rond 1600 door de zeker familie Timari. En Timari is Hongaars. En die hebben ze dan, omdat dat met in die Griek is. Dat is dus Hongaars. En dat waren dus edellieden. En die hebben dat hier bewoond tot, ja, de jaren kan ik zo juist niet meer zeggen. Ik heb daar een heel geschiedenis van. En dan de erfgenamen en al de namen van de gesneuvelden. En de Timari, Bellamy de Timari, die is getrouwd geweest met een barones de Broekhoven, de Binkom. Dus de grafkelder is ginder nog in Binkom in de kerk. En er waren al 27 kisten over 2 jaar. Daar is nog een achter kleindochter hier geweest, binnen de feesten. En die zei, je suis l'arrière petite fille de monsieur de Timari. En ik kon ze niet ontvangen omdat mijn trouwfeest zaten. En dan enkele maanden nadien heb ik een overlijdens gekregen. En dan heb ik spijt van gehad dat ik die vrouw niet kunnen binnenlaten. En voor nog een keer te revoir le château de mon arrière-grand-père. Zelfs. Voilà, dat is spijtig. Zo, ik rijd het domein af. We werden ontvangen door een heel vriendelijke vrouw, de momenteel eigenares van het kasteel. Het is veel te groot geworden, ze woont hier met haar man en zij alleen. En dus zouden ze het willen verkopen misschien. Tot 11 jaar geleden was het een restaurant-taverne, nu niet meer dus. Romain de Koning vertelde ze ons, die enkele jaren geleden gestorven is, de acteur, draaide hier de film Het Goede Leven. En een van de bomen op het domein, 38 bomen zijn geclasseerd. Maar een van de bomen is echt heel bekend en noemt de 12 apostelen en is dus ook geclasseerd. Zo, kastelen in en rond Tiene, of beter gezegd rond Tiene, eindigt hier met de eerste aflevering